Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video. Mijn naam is Puk, oftewel Mr. Puk. En vandaag ben ik hier weer met een nieuwe video. Vandaag wil ik het hebben over de beroemde site QQTube. YouTubers onder elkaar kennen het waarschijnlijk wel. Het is een site waarin je abonnees kan kopen, likes kan kopen. Maar ze geven je ook 1000 gratis views. En over die 1000 gratis views, daar wil ik het graag even over hebben vandaag. Ze geven jullie gratis views natuurlijk niet zomaar. Ze willen dat jij een account aanmaakt op YouTube. Ze willen dat je abonneert op de newsletter. Ze willen dat je Twitter koppelt en dat je hun volgt. En je moet de kappertje voltooien. In andere woorden, je moet heel erg veel dingen doen. En uiteindelijk moet je dan de video URL in het balkje daaronder zetten. En als het goed is, dan zou YouTube je dan automatisch 1000 views geven. Ik ben nu al 3 minuten aan het wachten op dit balkje, maar de pagina laadt nog steeds niet. En hier hebben we het. Er staat error 524, geen connectie met de host, come back in a few minutes. Nou, dat werkt dus helemaal niet zo, want ik heb dit al meerdere keren geprobeerd en iedere keer gebeurt het hetzelfde, geen connectie. Dan kun je misschien zeggen, Puk, dit kan ook heel aan jouw internet liggen misschien. Heb je daar niet aan gedacht? Daar heb ik wel aan gedacht. Ik heb al rondgevraagd aan mensen. Hey, hebben jullie dit ook? En ja, hun hebben exact hetzelfde probleem. Plus, ik probeer het nu al een maand en nog steeds gebeurt er exact hetzelfde. Conclusie, hoe ver ik weet, spamt QQTube dus ons gewoon met ons hun laten volgen op Twitter. Met hun dat wij moeten abonneren op hun newsletter en alles moeten doen. En uiteindelijk krijgen we helemaal niks voor terug. Alleen heel erg veel spam door de nieuwsbrief. Waarop we moesten abonneren met onze nieuwsletter. En ik zeg niet dat het echt zo is. Ik zeg niet dat heel QQTube een scam en een spam is. Het enige wat ik zeg is, die 1000 gratis views, ik krijg ze in ieder geval niet. En ik heb wel alles moeten doen daarvoor. En als we nou echt problemen hadden met de servers, wat misschien echt kon, oké. Maar na een maand lijkt het me toch wel ongeveer opgelost. En misschien zit ik er helemaal naast. Als ik dat zit, zeg het alsjeblieft tegen me. Weet je, dan is dit mysterie ook weer opgelost. Maar ik heb echt geprobeerd hier achter te komen. Maar het enige wat ik kan bedenken is dat we gewoon vies worden gescamd. Door QQTube. Want abonnees kopen en abonnees liken, dat kan dan weer wel. Niet dat ik het heb gedaan, maar het kan wel. Dat lukt dan weer wel. Maar die 1000 gratis views? Nee, dan ligt QQTube er natuurlijk weer uit. Ik vind het nogal raar, maar goed, laat het weten. Misschien zit ik er helemaal naast. In ieder geval, een blauw duimpje omhoog. Vind ik je abonneren. En tot de volgende video.